Yo, twee nieuwe pakketjes van bol.com. Ik ben heel benieuwd wat hierin zit. Let's go. Ja, ik ben benieuwd. We beginnen met de eerste. Oké. Oké. Het is een nieuw album van. Ja. Ja, een album dat heet Aheo, maar. Ik weet het principe zeg maar niet. Goed. Kijk, er zit een stickertje bij. Gaat er waarschijnlijk zo meteen af. Of tenminste, ik weet niet. Misschien zit het eronder geplakt. Dat denk ik dus niet. Ja, of misschien wel, maar goed, we gaan het nu zien. Oké. Zie je hem nagekomen erbij? Ja, zie je? Ah, dat is mooi. Zie je, zoals ik al dacht, de sticker gaat eraf. Kijk, dan ga ik nu ook voor de eerste keer laten zien. Wat ik daarvoor heb. Daarvoor heb ik dus deze bak. Heb ik nog nooit laten zien. Inderdaad, heb ik video maar kijk. Dan doe ik deze bak dus open. Dan gaat deze er dus in. Ik zie, want hier zitten al die plasticjes in van alle andere uitpakvideo's. Dus... Ja, dus dan gaat deze ook weer in. En rustig aan, ik pak zo die cd op en dan kunnen we samen even kijken hoe die er zeg maar uit. Het is in ieder geval zonder sticker dan in ieder geval. Voelt de cd ook misschien wel iets vrijer dan goed. Nou, het album dus I Hear You. Nou, ik hoor je, dat is duidelijk. Je zit hier dus de oren. Ik vind het een hele interessante plaat, zeg maar. Hele interessante plaat. Nou goed, ja... Zo heeft ze het erop gezet, dus eigenlijk moet je dus, als je de tracklist goed wil laten zien, kijk. Zo of zo? Moet je hem zo houden. Of misschien zelfs wel zo. Ja, ik vind hem heel bijzonder, maar goed. We gaan eens kijken naar de binnenkant. Kijk, hij heeft zijn ogen dicht een soort van. Zien we door het fluit of zoiets dergelijks. Maar goed, eens kijken. De disc. Die ziet er wel mooi uit, hè, jongens. Die ziet er wel mooi uit, moet ik zeggen. Ja. Goed, ja. Die gaat er terug in. Nee, we hebben hier dus verder geen hoesje in zitten verder, of wel? Waar weinig meer in staat. Dus nee, dit is dan I Hear You. Dan gaan we door naar de volgende. Ik ben heel benieuwd wat daarin zit. Die gaan we natuurlijk nu openmaken. Ik denk dat het iets te maken heeft met hersens, met het brein. Ah, ik kan nog niks zeggen, maar ik denk dat het iets met brain te maken heeft. En ik denk dat het gevoel juist is. Ja, want dat is het natuurlijk. Ah, rustig, komt-ie, jongens, komt-ie, Anne. Het is het nieuwe album van Charlie XCX. Ja, precies. Brain. Zie je, brain. Brain. Charlie XCX. En zoals jullie zien, daar zit dus geen sticker in, dus dan hoeft hij niet in de stickerbak. Hè? Goed. We
Ik hoop dat deze makkelijk open te krijgen is. Want ik denk dat hier wel zo'n hoesje bij zit. Want het is wel duidelijk dat hier een hoesje bij zit. Maar goed. Hi. Jongens. Klein krasje hier. Ik hoop niet dat dat meer is, want dan is het heel erg. Goed. Zullen we kijken. Goed. Voor de rest niet heel erg. Goed. Hier we hebben de disc. Heel mooi wit. Goed, dan gaan we bij de binnenkant. Dus inderdaad is er een boekje bij. Ik hoop dat ik eruit kan krijgen. Soms gaat dat nog wel eens moeizaam natuurlijk. Nou ja, goed, ja. Dus we zijn dan altijd een beetje aan het einde moeten pakken, maar goed, ja, ik weet het niet zo goed. Nou goed, in ieder geval, dit zijn ze dan. Ja. Ik zou graag de hoes willen laten zien, maar ik wil natuurlijk niet de risico lopen dat het nog wat meer. Nee, goed. Nou, dit zijn ze dan. Dus deze Aheo en Brain. Ja, jammer van dat kleine kastje hier. Goed. Het gaat om de muziek. Tuurlijk. En voor de rest is hij gewoon helemaal oké. En als het ook nog kan, dan kan ik hem bijvoorbeeld nog met een andere hoes vervangen. Maar goed. Dit zijn ze. Brain en Aheo. Ga ik volgende dingen laten zien? Ja, ik ga meer dingen laten zien in de uitpakvideo van wat ik altijd doe. We gaan dan hierin. Oep. Yes! En dan staan die in de kast. Even een shot van hoe het nu staat hoor. Kijk. We hebben dus dat rijtje nu van de nieuwe release. Dat rijtje. En dat rijtje natuurlijk. Allemaal in uitpakvideo's geweest. Dus dat is wel heel bijzonder. En nu natuurlijk deze. Die stroom, die twee. Heel, heel, ja. Nee, goed, dus die staan erin. Nou, dan ga ik de uitpakvideo nu afsluiten. Ik vond hem in ieder geval heel leuk. En om te maken weer deze uitpakvideo. Twee nieuwe cd's. Helemaal top. En ja, dan ga ik me gewoon zoals normaal afsluiten. Dus dan bedank ik jullie voor het kijken naar deze uitpakvideo. En zeg nog maar één, dat is adios.